iedereen. Vandaag een hele supersnelle video, want ik wil jullie graag laten zien hoe je dit opgestoken kapsel kan maken binnen 1 minuutje tijd. Alles wat je nodig hebt is een goede haarlak om gewoon alles mee te fixeren en een aantal schuifspeldjes. Nou, je begint natuurlijk gewoon met los haar en je kan dan een scheiding maken. Bijvoorbeeld gewoon je natuurlijke scheiding of een middenscheiding. En wat ik altijd doe is aan de kant waar het meeste haar zit, aan die kant ga ik beginnen met rollen. Dus ik pak mijn haar en ik ga dit gewoon heel losjes oprollen. Op deze manier. En daarna maak ik een lage schuine zijknot. En het uiteinde steek ik vast met een speldje. Nou, mijn haar zit vast, maar het ziet er natuurlijk uit als een soort van drol en dat willen we niet. Dus ik ga hem iets meer vastmaken aan mijn hoofd. Dus ik druk hem hier iets meer vast op mijn hoofd en dat steek ik dan ook gewoon vast. Nou, en eigenlijk is je opgestoken kapsel dan al bijna klaar. Zoals je kunt zien zit het hier een beetje zo strak naar beneden. Ik vind dat zelf niet zo mooi, dat het echt zo over mijn oor zit. Dus wat ik dan kan doen is sowieso dit een klein beetje lostrekken door een soort van masserende bewegingen te maken. Dat gewoon iets losser, iets romantischer, iets nonchalanter valt. En kijk, als je een schuine pony hebt, dan valt het waarschijnlijk van nature al mooi. Ik vind het dan nog wel fijn om hier gewoon een klein plukje te pakken en die hier zo weg te steken naar achteren toe. Zo, en dan als finishing touch om het nog een beetje te fixeren wat haarlak. Wow. Zo. Beetje veel haarlak. Oh, ik proef het op mijn tong. Nou, dit is echt een perfect kapsel voor als je een bad hair day hebt. Of als je gewoon een keertje wat anders wil dan je haar los of je haar in een paardenstaart. En tegelijkertijd is het ook meteen een super chic kapsel. Dus als je op zoek bent naar iets chiquers voor bijvoorbeeld de feestdagen of voor een etentje of misschien wel een verjaardag. Dan is het ook zo gefixt. Ik krijg er altijd heel veel complimentjes over. Terwijl het echt binnen no time klaar is. En het is gewoon heel erg fijn. Haar is uit je gezicht, dus het draagt ook gewoon nog eens een keertje lekker. Je kunt het natuurlijk ook gewoon opleuken door nog een heel mooi speldje erin te schuiven. Of je kunt bijvoorbeeld in plaats van te twisten, kun je er een vlecht van maken die je dan oprolt. Je kunt ook nog een plukje haar hier zeg maar overlaten. En dan doe je de knot en dan ga je dit vlechten en dan steek je hem nog mooi naar achteren vast. Gewoon allemaal variatie-ideetjes op dit opgestoken kapsel. Wat wel echt belangrijk is, is dat de schuifspeldjes een beetje een ruwe textuur hebben. Je hebt ook hele gladde, die heb ik ook gehad. Heb ik compleet niks aan. Maar sinds ik deze gebruik, blijft elk opgestoken kapsel gewoon veel beter zitten. En zelfs als je lang haar hebt of wat zwaarder haar, zoals dat van mij, zakt het gewoon niet uit. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om eens een keertje een korte, snelle video van mij te zien. Als je het leuk vindt om nog meer van dit soort korte, snelle video's te zien, laat het me vooral eventjes weten bij de comments. Verder zou ik het ook heel erg leuk vinden als je zou willen abonneren op mijn YouTube kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei!